Hier staat Christa Luding-Rotenburger. Ze rijdt alleen in de laatste rit op de 1000 meter en dat is jammer. Wereldbekerwedstrijden mogen zich, ook in het derde jaar van hun bestaan, nou eenmaal niet verheugen in een grote publieke belangstelling. Bovendien heeft de Zwitserse sponsor na 2 jaar afgehaakt en moeten de nationale bonden met de ISU zelf de kosten dragen. Dit weekende bijvoorbeeld kost de KNSB 40.000 gulden. En tegen dat decor gezien is het extra jammer dat een vedette als Christa Luding alleen moet rijden. Opening van over 200 meter 18.99. Na Hauk de eerste die ook onder de 19 seconden weet te openen. En natuurlijk, regels zijn regels ook in de schaatssport. Maar misschien als je dit soort wedstrijden een beetje populair wilt maken bij het publiek, dat dan enige soepelheid bij het hanteren van die regels op zijn plaats zou zijn geweest. Hoe het zij, Luding moet het alleen doen. Het zal haar overigens geen probleem opleveren. Zij weet wat schaatsen is en hoe het moet. We gaan naar de 600 meter tijd. Daar waar Hauk 50.83 noteerde. Luding komt daar mooi onder met 49.86. Dat is de snelste tussentijd tot nu toe. Voor het meisje dat zowel in Calgary als in Seoul in de prijzen viel. In de Olympische medailles viel. In Calgary op de schaats, in Seoul op de fiets. Gisteren winnaar van de 500 meter hier in Groningen. En op grond van de tussentijden mogen we verwachten dat ze opnieuw een overwinning gaat binnenhalen. Ook al rijdt ze dan alleen in deze laatste wat trieste 1000 meter. Daar is de eindtijd. Een prachtige eindtijd. 1.23.83. Dit is de absolute vedette van de wedstrijden hier in Groningen. En daar blijft het Nederlandse contingent heel erg ver bij achter. En ook toppers kunnen wel eens vallen. De jarige Christa Luding grabbelt hier op het ijs. Maar het resultaat is er niet minder om. Kijk maar eens even hier. Luding 1, Hauk 2 en dan een hele tijd niets. En dan komt Marieke Stam. En waar blijven dan die echte Nederlandse sprinsters? Christine Aaftink op een 5e. En Ingrid Haringa niet verder dan een 8e plaats op deze 1000 meter.